Natuurlijk eigenlijk helemaal nooit persdagen, maar dat doet V&D wel. Het lijkt me leuk dat ik dit nog eens een keer wat andere mensen ken. Dus daarom heb ik me even voorgesteld. Volgens mij heb ik niemand overgeslagen. Goed gedaan. Daan, kom even. Ja. Dit is Danielle Bleker, al 20 jaar lang mijn huismanneke, muze en alles. En waarom doe ik dit uiteindelijk? Ik wil een collectie maken voor een vrouw. En wij werken eigenlijk al 20 jaar samen voor de cultuur. Ook door de jaren heen dat ik andere lijnen had en dingen. En wat hier nu bij V&D staat, is eigenlijk gewoon het beeld dat wij de afgelopen 20 jaar aan gebouwd hebben als fundament van het bedrijf. Ik wil een vrouw een voetstuk plaatsen. Ik wil een stuk sensualiteit erin, maar ik wil het ook in tussen de maand 36 en 48. En met de collectie die wij nu neerzetten bij V&D, we openen met een kleine 40-tal shop-in-shops binnen de 62 vestigingen. We zitten al bij alle 60 vestigingen met de Code Collection. We gaan er ook mee naar Duitsland, we staan er ook mee bij Manor in Zwitserland. Dus ik open eigenlijk vanaf 1 september met 190 verkooppunten Mart Visser via het hele kanaal van V&D. Dus we gaan groot en we're only just beginning. En als ontwerper wacht ik eigenlijk op dit soort kansen. En had ik eigenlijk nooit over nagedacht. En wat is voor mij als ontwerper nou het leuke, is dat mijn jassencollectie die even in Zwitserland is neergehangen. En hoe de hel is Mart Visser in Zwitserland? Nobody knows. En binnen 6 weken was de hele collectie weg. Dus dat wil dus zeggen dat het ontwerp wat wij maken, ik met mijn eigen team, dat het dus aanslaat en dat een vrouw dat wil hebben, los van wat het label is. Dat is ook het mooiste compliment wat je als ontwerper mag en kan ontvangen. Wat jullie hier zien is de gedeelte van de eerste levering. Met onze eigen shop in de shops, die zijn 40, 60 en 80 vierkante meter. Maar hele grote was in Amstelveen en straks in Amsterdam. Met een totaal jaaroverzicht erin wat we gaan doen. Een pre-Christmas collection, een cruise collection ertussendoor. Volgend jaar vullen we het aan met mooie accessoires. Met schoenen en tassen, dus heel simpel samengevat, watch me going. We zijn net aan het beginnen, maar ik denk dat dit, ik heb beloofd dat als dit niet werkt, dan eet ik mijn schoenen op. Het zijn mooie Dior sneakers, echt leer, maar het, als dit niet werkt, dan eet ik mij ook niet meer. En ik moet ook nog even kijken, compliment maken, want ik werk nu 20 jaar in dit vak. Het is lang geleden dat ik zo ontzettend veel plezier had om met een heel team, V&D hier, goed samen te werken. Dat, daar ben ik blij mee. Dank jullie wel.